Nou, vandaag mag ik iets leuks voor jullie maken. Dit is geïnspireerd op een film die ik onlangs heb gezien. En de film komt uit 1980, dus zelfs voor mijn tijd. Maar de film heet The Shining. En in The Shining heb je echt zulke leuke, ontzettend leuke motiefjes die terugkomen in het behang, maar ook in de vloerkleden en dergelijke. En ik heb daar een foto van gemaakt. Dus ik heb het beeld gewoon op pauze gezet. En ik heb daar een foto van gemaakt. En die zien jullie nu ook in beeld. En naar aanleiding van dit vloerkleed, waar het kind dus op zit te spelen, ben ik geïnspireerd geraakt om een setje te maken met dit patroon. Dus kijk maar even mee. Dit is een beetje wat daaruit voort is gekomen. Oké, we hebben de tip even voorbereid. We hebben hem 2 keer gelakt met de nail plate extender en vervolgens afgelakt met de extreme matte topcoat. En nu is die klaar om ons design op te gaan schilderen. We gaan kiezen voor het design van het tapijt, maar dan alleen aan de bovenkant van de tip. Dus dat worden 3 à 4 van die blokjes. Ik laat jullie nog heel even het voorbeeld zien. Dat is deze. En we beginnen eerst met de achtergrondkleur en dat is dus de oranje. En ga ik eerst even de plek schilderen waar de... Ja, wat zijn het? 6 kantjes zijn het eigenlijk, hè? Ja, 6 kantjes moeten komen. Nou, we hebben ons oranje design nu net neergezet en nu gaan we hem mooi inkleuren. Daarvoor gebruik ik een klein beetje van de Liner Gel Black en de bruine Chocolate Delight. Hierdoor wordt de dekkracht van de Chocolate Delight ietsje beter, omdat er natuurlijk een klein shimmertje in zit. En ik gebruik een kleine penseel, namelijk de Detailer nummer 1. Ik zet de streepjes neer aan de binnenkant van het oranje, net zoals bij het tapijt. De eerste lijnen staan er nu op en die harden we heel even uit. Nou, we tekenen nu het 6-kantje in het midden erin. Nou, we hebben nu de oranje neergezet. We hebben de lijnen getrokken met de mooie mokka kleur. En nu gaan we de elementjes inkleuren met de mooie rode kleur. Dus kijk maar even mee. En ik ga nu de vlakjes aan de binnenkant mooi inkleuren. En de laatste. Ook de rode kleur is nu mooi uitgehard en ik ga nu de bovenkant, dus waarom we ons design hebben neergezet, een klein beetje aflakken met de Supreme Finish. Dus probeer wel een beetje binnen de lijntjes te blijven, omdat we natuurlijk de ondergrond mat hebben afgelakt. En mat en glanzend geeft een heel leuk speelse effect. Bij mijn voorbeeldtipje heb ik hem helemaal glanzend afgelakt, maar ik dacht nu, ja, waarom ook niet anders, hè? Als het kan, gaan we het doen. En als die dan nog niet uitgehard is, dan leg ik daar ook nog helemaal langs de cuticle een paar kleine bullions in. En ook weer in 3 verschillende maten, een grote, een medium en een kleine. En dan uiteraard in het goud, want dat past wel heel mooi bij ons design. Mijn designtje. Heel netjes. En dan wordt het eigenlijk een beetje een juweeltje van, hè? Omdat hij dus iets verder omhoog komt door de Supreme Finish. Geeft weer een heel ander effect. Dat is wel leuk. Zo. En dan pak ik een paar bullions op. Ik doe in het midden, leg ik 1 grote gouden neer. Dan van de medium maat. En 3 kleintjes aan de ene kant.
En drie kleintjes aan de andere kant. Nou, ons design is klaar. Hij is uitgehard in de lamp en ik laat hem graag even aan jullie zien. Kijk maar mee. Zo is hij er dan geworden. Is ook wel heel erg leuk, hè? Met dat glanzende en matte aan de onderkant. Daardoor wordt het echt een beetje een juweeltje die zo mooi aan de bovenkant aan de cuticle zit. En dit zijn de variaties erop. Nou, hoe ontzettend leuk ziet dat eruit. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Tot de volgende keer. Doeg!